Heemschut, u ziet als het goed is dat de vergadering wordt opgenomen. Dat betekent dat deze lezing wordt opgenomen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan zet u in ieder geval uw scherm op zwart. Dan bent u ook niet zichtbaar. Voor het geval dat wij dit nog gaan plaatsen. En dat zullen we ook nog gaan doen op onze website, zodat mensen die vandaag niet kunnen kijken, ook nog later kunnen terugkijken. Blij met een hele grote opkomst. Nou, dat kwam ook doordat Natasja Drabber via haar netwerk op Facebook en andere goed reclame heeft gemaakt voor deze lunchlezing. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. En ik ben heel blij, Natasja, dat jij bereid bent om ons een uurtje mee te nemen in waar jij allemaal mee bezig bent en waar ook anderen mee bezig zijn, namelijk met Iconic Houses. En Iconic Houses is een organisatie die Natasja heeft opgericht, een netwerk van bewoners, eigenaren van bijzondere woningen. Woningen eigenlijk over de hele wereld kun je wel zeggen, die door hun bijzondere ontwerp iconic zijn, om het zo maar te zeggen. Zelf woont Natasja ook in een heel bijzonder huis. Daar zal je ongetwijfeld het een en ander over gaan vertellen. Het is iets wat ontzettend aanspreekt. En het heeft natuurlijk ook te maken met dat dit vaak particuliere woningen zijn die je niet zomaar kan bezoeken. Maar voor de architectuurgeschiedenis zijn ze van ongelooflijk groot belang. Dus ik hou het kort en ik ga meteen de digitale vloer geven aan Natasja Drabbe, die ons meeneemt in dit interessante onderwerp. Natasja. Dankjewel, Karel. Ik hoop dat ik het allemaal binnen een uurtje kwijt kan. Want ik kan het in mijn eigen taal doen en dan weet ik soms van geen ophouden. Dus Maartje, Angelique of Karel, trek aan de bel als je denkt Gaan ik we sta. doen. Ik ga even kijken, mijn scherm delen. Het is wel even wennen, want door corona hebben we natuurlijk lang niet van dit soort presentaties gehouden. Even kijken, zien jullie mijn scherm nu groot? Gaat goed. Oké, okay, dan gaan we even naar de. Oeps, dan gaan we even naar de eerste. Oh, naar de eerste. Zo. Oké, okay, en ja, ik weet natuurlijk, ik heb geen idee wie er in het publiek allemaal al Iconic Houses kent en volgt. En dus wie weet zitten er wat doublures voor sommigen in. Maar ik ga er maar even vanuit dat het publiek het nog allemaal niet kent. 10 jaar Iconic Houses. Ja, dat werd eigenlijk vorig jaar gevierd. We bestaan inmiddels al 11 jaar. En ik ga jullie een kijkje achter de schermen geven van wat we zo al gedaan hebben en wat we nog gaan doen. En ik heb het in 5 delen opgesplitst, want we hebben een uur. Dus ik dacht 10 minuten voor elk deel en dan nog wat Q&A na afloop. Eerst een beetje achtergrond, wie ik ben, waar ik vandaan kom. Dan wat doet Iconic Houses eigenlijk? Dan laat ik zien. 1 keer in de 2 jaar hebben we een internationaal congres. En het volgende zijn we nu al aan het voorbereiden. Ik was in oktober al naar Chicago om daar alle contacten te leggen en de huizen te bezoeken. Dan iets waar jullie zelf heel makkelijk aan deel kunnen gaan nemen. Eind mei in Amsterdam hebben we een weekendje. Want in de jaren tussen de internationale congressen in willen we ook de mensen de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten. Maar dan wat korter en wat makkelijker even in een weekendje. Dan volgt als laatste een 15 minuten durende video die gemaakt is over het huis als zelfportret. En dan komen daar 4-tal Nederlandse architectenhuizen aan bod. En daar eindigen we dan mee. Nou, eerst eventjes een heel klein beetje achtergrond over wie ben ik nou, waar kom ik vandaan. En ik ben geboren in Harderwijk. En dit was de wijk waarin ik het huis ja, waarin ik geboren ben, een rijtjeswoning. En ik laat het even zien, omdat mijn passie is het wonen in de 20e eeuw. Ik ben er gewoon fulltime professioneel al jaren mee bezig nou. En ik dacht, ja, wat is nou eigenlijk mijn eigen woongeschiedenis? En het bleek dat ik bijna alle gebouwtypen, alle woningtypen wel meegemaakt had. Dus het begon in een rijtjeshuis. Mijn oma woonde na haar scheiding in een galerijflat in Harderwijk. En links, daar woonde zij niet, maar dat is wel even om aan te geven, ja, hoe voelt zo'n galerijflat ook alweer? Dus ik logeerde bij haar, weet hoe dat is. Linksonder is wel een huis waar ik echt gewoond heb. We hadden niet zo'n rare formele tuin ervoor, maar dit was in Apeldoorn op de Pascalstraat. En daar was ik toen ik 4 was of zo. Weer een rijtjeshuis, maar dat heb ik wat bewuster meegemaakt dan dat rijtjeshuis waar ik als baby geboren ben.
Mijn ouders wilden steeds maar meer, groter, anders, beter. En na dat rijtjeshuis gingen ze naar Markelo. Eerst naar Badmen nog in een 2-onder-1 kapwoning. Toen naar Markelo, dat zien jullie onder in het midden. Nou, dat huis is nu helemaal niet meer te zien van de straat af. Een vrijstaande woning. Ik denk dat iemand zijn geluid heeft verdekt. Dat was Markelo. Daar werden mijn ouders Ja. doodongelukkig, want het was heel boerig, bosachtig omgeving. Ja, Ik denk dat iemand even in moet grijpen. excuus, maar ik. Volgens mij is iedereen gemute. Ik zie niet dat de camera ergens open staat. Dan is het handig als iedereen gewoon zijn mond Ja, houdt. Nee, we gaan na afloop natuurlijk alle vragen beantwoorden. Dus vind ik hartstikke leuk om je te horen. Maar tussendoor moeten we maar even proberen dan het stil te ja, houden. zeker. Oké, nou, Nou, Markelo, vrijstaand huis. En uiteindelijk in Zutphen rechts een huis door Gerard Schouten ontworpen. En dat was eigenlijk echt wel architectuur. Dat had een vide, dat had de muren, dat liepen door. Je ziet daar een mooie balkon. En het was glas van muur tot muur, van plafond tot vloer. En nou ja, toen ben ik ook al mijn ouders adviezen gaan geven hoe ze het konden verbouwen en zo. Dus we waren altijd wel bezig met architectuur. Vervolgens heb ik architectuurgeschiedenis gestudeerd in Utrecht en in een studentenhuis in het Wilhelminapark gewoond. En daarna in een had-eenheid in een steegje waar Dick Bruna mijn overbuurman was. Dus ik heb heel veel verschillende huizen meegemaakt. En uiteindelijk woon ik nu hier in het Van Schijndelhuis in Utrecht. Want Mart van Schijndel was mijn man. En hij is overleden in 1999 en we hebben 7 jaar in dit huis samen gewoond. Ik leerde hem kennen toen dit net in de ruwbouwfase klaar was. In 1992 werd het dus gebouwd in de zomer en ik heb Mart in 1993, nee, in september 92 leren kennen. En met kerst trok hij in dit huis. En het grappige of bizarre of het vreemde is dat tijdens mijn studie architectuurgeschiedenis was ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in het uitzicht in de architectuur. En dit huis heeft helemaal geen uitzicht. Als je ziet van bovenaf hier bij die cirkel, dat is waar het huis staat. En dat is op een totaal omsloten binnenterrein achter de Pieterskerk. In het midden ziet u de Pieterskerk. En dan dat huis wat Mart daar op dat binnenterrein heeft weten te realiseren, dat was een huzarenstukje, want hij kon nergens ramen maken naar de buitenwereld, omdat hij dan of in de tuin van de buren uitkeek of tegen een blinde muur. En uiteindelijk is het hem gelukt om toch een heel erg licht en mooi luchtig huis te maken, zonder dat je de buren ziet. En je ziet dat het bovenste deel van die glasspuien, en twee van die dubbele hoge glasspuien in het midden. En door dat gematteerde glas kan heel veel licht naar binnen komen, maar wordt wel je uitzicht geblokkeerd, zodat de buren niet bij ons naar binnen kunnen kijken en ik ook de buren niet zie. Nou, dit was al meteen de cover van het architectuurjaarboek en het is al na 7 jaar gemeentelijk monument geworden, dit huis. En er zitten een aantal innovaties in. Maar ik laat even zien dat uitzicht, wat ik hier dus helemaal niet heb. Het is helemaal een geïnternaliseerd, hoe noem je dat, een geïntrovert huis. Maar tijdens mijn studie was ik juist gefascineerd door het uitzicht in de architectuur. En dat kwam doordat ik een keer een lezing van Herman Hertzberger hoorde, waar ik ook stage heb gelopen. En Herman die vertelde in zijn lezing over de Villa Rotonda van Palladio. En u ziet op de plattegrond rechts, ja, de plattegrond is totaal aan alle kanten gelijk. Dus het zijn vier identieke façades. Maar van binnenuit ervaren heeft dat huis natuurlijk vier verschillende uitzichten. En dat was eigenlijk in mijn studie had ik alles geleerd over stijlkenmerken en je bekeek al die gebouwen van buiten. Maar niemand had het eigenlijk over plattegronden of hoe je door dan zo'n gebouw beweegt en hoe je het ervaart. Dus dat was een soort van openbaring voor mij. En vervolgens wilde ik er eigenlijk op afstuderen op dat onderwerp. Maar dan vond ik wel dat ik al die huizen ook gezien moest hebben. En ik had dan over het strookvenster van Le Corbusier gelezen. Maar ik had helemaal geen geld als student om Villa Savoye te gaan bekijken. Nou, dat is nog dichtbij. Maar Villa Malaparte op Capri, ja, dat zat natuurlijk niet in mijn budget om ook nog even een Richard Meier in Amerika te bekijken. Maar bijvoorbeeld zo'n huis als Casa Malaparte heeft helemaal een fascinerend uitzicht. Ik ben hier nog nooit binnen geweest. De eigenaren houden het heel erg voor zichzelf.
Maar dat verhaal over die schoorsteenpartij, waar eigenlijk de elementen water en vuur samenkomen. Want die schoorsteen rechtsonder ziet u dus een raampje daarachter, dat is transparant. En dan zie je als zo'n vuurtje brandt, zie je dus de zon in de zee zakken daarachter in het water, terwijl dat vuurtje brandt. En nou, dat soort dingen vond ik super interessant om me mee bezig te houden. Maar daar ga ik nu niet verder over uitweiden. Dat bewaar ik verder voor een keer een mooi artikel. Dit was Mart. Maar even om mijn passie voor architectuur te illustreren. Dit was Mart. En in het huis hebben we... Hij heeft er helaas maar 7 jaar zelf van kunnen genieten. We zijn in 1996 zijn we getrouwd en hebben het feest op het plein gegeven. Het was echt... nou ja, er liggen hier heel veel... Er ligt heel veel geschiedenis in het huis, maar ik had wel eigenlijk liever gehad dat hij er veel langer zelf had gewoond. Dan zou het ook wel veranderd zijn, denk ik. Ik heb besloten na zijn overlijden om het te houden zoals het was. En er is eigenlijk heel erg, nou, er is niets veranderd behalve een kleedje bij de open haard en een lekkere luie stoel. En ik heb besloten om hier rondleidingen te gaan geven op verzoek, 1 keer in de maand op zondag. En mensen kunnen dan op aanvraag een rondleiding hier boeken. En soms komen er scholen uit Noorwegen of Engeland met 80 studenten. En dan gaan ze in groepjes van 15 eerst naar het Rietveld Schreuderhuis. En dan swappen ze. Dus dan heb je 4 rondleidingen achter elkaar door de week. Want ik vind het zelf heel belangrijk om architectuur te ervaren en te bekijken. Dus ik vind het zelf heel fijn als mensen hun gebouw voor mij openstellen. Ik vind dat je dan ook wat terug moet doen. Maar doordat ik dat deed, had ik wel allerlei issues van hoe ga ik om met mensen die met rugzakken naar binnen komen. Die kunnen mijn muren beschadigen of ze kunnen een boek uit de boekenkast meenemen zonder dat ik het zie. Want ik heb geen cameratoezicht, ik heb geen supposter. Dus ik had alle issues van musea, zoals Axel Ruger dat een keer van het Van Gogh Museum zei. Het gaat eigenlijk over jassen, tassen, plassen. En ja, ik dacht, ik ga gewoon afkijken bij andere musea hoe ze dat regelen. Maar er was geen netwerk van museumwoningen, tenminste niet van architectenhuizen. Er was wel een netwerk van museumwoningen, maar dat waren soms ook huizen waar beroemde politici of schrijvers of muzici gewoond hadden. En die hadden niet dezelfde issues als architectenhuizen. Dus toen ben ik het zelf maar gaan opzetten. Nog even dit. In het huis waar ik dan woon staan ook alle meubeltjes die Mart ontworpen heeft door de jaren heen. Hij is natuurlijk bekend geworden met de Delta-fase in de jaren 80 die u links ziet. En verder zijn er ook allerlei prototypen van glasservies en dat driekantige krukje, aluminium stapelstoel. Nou goed, maar komt u maar eens een keertje op zondagochtend hier en dan krijgt u een mooie rondleiding van 1,5 uur. En een film van 3 kwartier waarin Mart zelf dat verhaal vertelt. Maar goed, dat is mijn situatie. Ik ben architectuurhistoricus, ik woon in dat huis. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga research doen. En ik heb 100 van die museumwoningen met hun directeuren in mijn database verzameld. En ze gezegd, gemaild en gevraagd, zouden jullie het interessant vinden om elkaar te ontmoeten? Zo nu en dan om kennis te delen en om gezamenlijk op een website zichtbaar te zijn. Zodat het publiek jullie makkelijk kan vinden. Want nu is het een speld in de hooiberg als je op reis gaat. En daar heb ik een jaar lang mijn research heeft langer geduurd, want dat deed ik 's avonds op de bank na mijn werk. Maar uiteindelijk ontmoette ik de directeur van de Aalto Foundation en die hoorde dat plan. En die zei, ik kan je wel een klein beetje seed money geven en dan kan je het zichtbaar maken. En in 2012 is de website gelanceerd in Los Angeles, want er was toen een Demhist-congres. En Demhist is een netwerk van museumwoningen, maar in de breedste zin van het woord, door alle eeuwen heen en alle soorten heen. En toen dacht ik, nou dan haak ik aan, dan kunnen die mensen die toch wel naar Los Angeles gaan, die kunnen makkelijk even naar het Schindlerhuis komen. En rechtsonder ziet u de zoon van Richard Neutra, die de bubbels opent en de conservatoren directeuren van Falling Water en Gamble House. En van Frank Lloyd Wright Foundation. En een klein groepje, waren maar met 24 man of zo. Maar goed, sindsdien is er veel gebeurd. Het werd ook gelukkig op diezelfde dag, was er een artikel in Dwel over de lancering van het netwerk. En sindsdien hebben we heel veel publiciteit altijd weten te genereren. Op de website zijn bijna 200 museumwoningen, moderne museumwoningen. 20e eeuw.
Dus ik heb me tot de 20e eeuw beperkt, omdat je anders, als je ook Palladio erbij wil hebben en zo, dan krijg je op een gegeven moment ook alle châteaux aan de Loire die als huis mee zouden willen doen. En ik dacht, ja, ik moet me toch een beetje duidelijk profiel van moderniteit wilde ik hebben. Dat is ook mijn eigen favoriete stroming. Dus ik heb me tot de 20e eeuw beperkt. Maar daar kan dus Gaudi, Horta in zitten. Daar kan postmodern in zitten. Het gaat dus niet over het modernisme. Dus je hebt bijvoorbeeld Docomomo, die richt zich op het modernisme en op alle gebouwtypen. En ik richt me op de 20e eeuw en alleen maar één gebouwtype, het woonhuis. Nu hebben we bijna alle UNESCO, alle huizen die UNESCO erkend zijn of op de lijst van het Werelderfgoed staan, zijn ook lid van Iconic Houses. Dus de huizen op die website, die moeten zichzelf aangemeld hebben en een ledenbijdrage betalen om bij het netwerk te horen. Dus als er een huis ontbreekt, dan moeten we niet denken van ze heeft haar huiswerk niet goed gedaan, want die huizen staan vast wel in mijn database, maar die mensen moeten wel zelf lid willen zijn van ons. Dus soms staan er dus sommige huizen niet bij. Maar ik ben heel blij dat die beroemde UNESCO-huizen wel lid zijn. Dus het Ried van Schreuder Huis in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Hufeisensiedlung in Berlijn, die deel uitmaakt van die zes modernistische Siedlungen. En daarin is een huisje dat heet Tautesheim. En dat heeft de Europa Nostra prijs gewonnen voor het goede restauratie. En dit huisje wordt verhuurd voor vakanties of voor weekends. En het is echt heel erg bijzonder, mooi, zorgvuldig door de eigenaren gedaan. Tugendhat had natuurlijk in Brno. Een van mijn favorieten, Ludwig Mies van der Rohe. Dat is toch wel een van mijn grote helden. En de directeur, Iveta Cerna, die is vanaf het allereerste begin een hele trouwe lid ook van mijn advisory board. Dus dat is een heel goede relatie. De Villa Savoye, dat als je denkt aan iconische huizen, dan denk je in Europa volgens mij als eerste aan Villa Savoye. Zoals je in Amerika denkt aan Falling Water van Frank Lloyd Wright, dat zijn gewoon de iconen die staan voor hun tijd in dat land. En nou, ik laat even een paar mooie plaatjes zien, want een beetje eye candy kan nooit kwaad. Dit is ook de Villa Savoye. Prachtig. Hier heb je dat strookvenster, dat uitzicht, waar ik dan weer gefascineerd door ben hoe dat gekaderd wordt, of juist niet gekaderd wordt. Want Le Corbusier's opvatting over dat bandvenster was dat het democratisch was. Want de architect zou anders voor jou bepalen wat jij kon zien. En met een bandvenster of strookvenster kon je zelf bepalen welk uitzicht je wilde zien. Nou, ook UNESCO Werelderfgoed. Het duurt soms 15 jaar voordat die huizen eindelijk door de ballotage komen. En Falling Water natuurlijk ook in Pennsylvania. Barragán. Oh, er zijn helaas weinig huizen in Latijns-Amerika nog lid, maar gelukkig wel het huis van Louis Barragán. En het feit dat er weinig huizen op de landkaart, want we hebben dus die world map op de homepage. En dan zie je heel weinig huizen in Afrika en China en Rusland. En dat heeft ook niks met mijn research te maken, maar dat komt natuurlijk omdat China grotendeels communistisch is geweest in de 20e eeuw. Dus er was geen particulier opdrachtgeverschap. En daardoor zijn er dus ook geen woonhuizen voor mensen heel bijzonder ontwikkeld. Mensen leefden in hutongs. En nou, zodra er een hutong lid wil worden, als er nog eentje is, dan wil ik die heel graag erbij hebben. Dat is, even kijken, China. En Rusland, ja, is natuurlijk ook communistisch geweest. Maar er zijn wel een paar beroemde huizen die ik erbij zou willen hebben. Maar ja, nu natuurlijk niet meer. Nee, we hadden Melnikov-huis. Maar sinds de inval in Oekraïne is de directeur daar moeten vluchten voor. Dus zijn leven was niet meer veilig. Dus nee, Rusland hoeven we er eigenlijk nu en willen we er niet op hebben. Maar goed, dan zijn er ook wat hidden gems of verborgen pareltjes. Zelf vond ik bijvoorbeeld een ontzettende ontdekking toen mijn website nog niet bestond. En ik zelf altijd op zoek was als ik op reis ging naar bijzondere doelen. Dan kwam ik er bijvoorbeeld achter door Docomomo in Engeland. Die had dan een reisprogramma voor hun leden gemaakt naar Parijs. En daar vond ik ineens een huis van Alvar Aalto, vlakbij Parijs. Terwijl ik altijd dacht dat ik voor Aalto naar Finland moest. Maar ja, ik ga natuurlijk vaker naar Parijs dan naar Finland. Dat is voor ons Nederlanders makkelijk.
Dus dat was ja, dat was ontzettend fijn om dat te ontdekken. En dat kan je dus nu ook allemaal bij ons op die website vinden. Dit is trouwens echt een van Aalto's mooiste huizen voor de galeriehouder Louis Carré. Rechtsonder trouwens, wel grappig, dat is Alvar Aalto zelf die aan de rand van het zwembad staat. Een andere heel mooi bijzonder huis wat pas recentelijk open gegaan is voor het publiek is in Tsjechië, Villa Volman in Zelákovice. Dat is ongeveer 30 kilometer bij Praag vandaan. Ja, dit is een huis wat door een particulier initiatief helemaal gerestaureerd is en sinds kort open voor het publiek. En het is echt spectaculair. Vooral de zone die je hier ziet, die uit het bouwvolume steekt, met die brug en die luifel. En als je in dat tussengebied staat, dan krijg je bijna vlinders in je buik van de ervaring van die ruimtelijkheid. Dat is echt heel. Dat heb je niet vaak meer, want ik heb zoveel gezien. En dat was toen ik nog jong was en ik ging naar de huizen van Frank Lloyd Wright in Los Angeles. Dan had ik ook dat gevoel in mijn buik dat ik echt zo opwindend was. Als je door die ruimtelijkheid liep. Maar dat had ik hier ook weer een beetje. En dan ook, dit zijn dus de afdeling Hidden Gems. Dit is een heel grappig huisje in Warschau. U ziet links, het zijn twee huizenblokken, appartementengebouwen. Links ziet u een spleet tussen de twee huizen. En rechts ziet u dat die spleet is opgevuld. En dat is het smalste huisje van, nou ja, in ieder geval Polen, maar misschien ook wel Europa of misschien ook wel de wereld. Je ziet hier de doorsnede. En rechts hang ik aan een trapje, en onder mij zie je een luik. Dus je komt eerst via dat trapje, loop je naar boven en dan kan het luik open. En dan ben je in dat huisje en dan kan je met het trapje kan je weer naar boven. En alles zit erin. Je kunt er slapen, je kunt er douchen, je kunt er in een klein pantrytje koken. En het wordt gebruikt als artist in residence. En het is voor een week is dat natuurlijk best uit te houden voor mensen. Maar niet heel veel langer. Maar het is ontzettend leuk. En je kunt het dus ook bezoeken als je naar Warschau gaat. Ook een wat minder bekend huis in Barcelona heb je natuurlijk Gaudi. Alles is Gaudi. Maar vlakbij het vliegveld heb je La Ricarda. Een huis ontworpen door Antonio Bonet. En dit huis wordt bedreigd door de uitbreiding van het vliegveld. Het vliegveld komt steeds dichterbij. Elke 5 minuten stijgt er een vliegtuig op en kan je dus een gesprek moet je onderbreken vanwege het geronk van de vliegtuigmotoren. En het huis is nog helemaal met alle originele meubels. En het is vooral in de tijd van het Franco-regime een hele belangrijke toevluchtsplaats geweest voor intellectuelen die hier door de eigenaren ja, ontvangen werden. Dus het heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het culturele leven in Barcelona. En de familie zit nu met dit huis, doet er alles aan om het in goede staat te houden. Het is gelukkig gelukt om het ook monumentale designation te geven. Maar ja, dat vliegveld blijft maar uitbreiden. Dus ze kunnen het huis niet verkopen. Niemand geeft hier geld voor, want je kan er niet wonen. Je kan er alleen misschien een boutique hotel voor doven gaan maken. Maar eigenlijk zou de gemeente Barcelona dit samen met het Designmuseum of zo als een satellietmuseum moeten omarmen en mensen met een pendelbusje er naartoe moeten brengen. Want het is een heel erg ja, bijzonder huis. Dit huis kennen ook nog niet zo heel veel mensen, denk ik. Dat is in Leubouw van Hans Scharoen, gemaakt voor een fabrikant. En dit huis, veel van dit soort huizen zijn eigenlijk de wezen van het modernisme geweest. Want ze zijn altijd eerst in de oorlog geconfiskeerd geweest door de Duitsers. Die hebben er vaak paardenstallen in gemaakt en de boel geruïneerd. Ook dit huis, alle lampenarmaturen bijvoorbeeld, die je links aan de wand ziet, die zijn later in de vijver teruggevonden. Nu hebben ze in de kelder een kleine tentoonstelling van al die dingen. Dit huis kun je ook huren voor overnachtingen. En dat is heel bijzonder om dat mee te maken. Nou, dat waren dus de usual suspects, de UNESCO Werelderfgoedhuizen en de kleine verborgen pareltjes, de hidden gems. Dus dat is een beetje de bandbreedte wat je allemaal kan vinden aan museumwoningen. Maar daarnaast doen we ook een heleboel andere dingen in de loop van de 10 jaar. Onze organisatie is gericht op zowel professionals als op het algemeen publiek. Dus voor de museumdirecteuren en conservatoren
zijn wij een netwerk wat die mensen aan elkaar verbindt en wat kennis met elkaar deelt. Terwijl we naar het grote publiek gewoon een plek zijn waar mensen geïnspireerd zijn van naar welk museum ga ik dit weekend. En ja, die musea die kunnen gewoon makkelijker gevonden worden door onze website. Hier zie je bijvoorbeeld een aantal Nederlandse leden die bij elkaar komen in Atelier Volte in Amsterdam-Noord. Atelier Volte was nieuw lid geworden, want naast architectenhuizen hebben we ook kunstenaarswoningen en ateliers in het netwerk. En Yara Cavalcanti, bestuurslid links, die geeft tekst en uitleg. En in het midden zien jullie het stichtingsbestuur. We zijn een ambi. En hier zien jullie links de penningmeester Huub Wust en Marcel van Soest, notaris en bestuurslid. En rechts daarvan Nanne de Ru, Powerhouse Company, architect en projectontwikkelaar. En Hetty Berends, de conservator van Huis Zonneveld en het nieuwe instituut. Verder hebben we dan één keer in de 2 jaar internationale congressen. Dit was het laatste congres, het afgelopen congres in april in Praag. We hebben altijd 100 man op die congressen, dat is het maximum, omdat we heel veel huizen bezoeken. En met 100 man kan je niet zomaar een huis in, dus die moet je allemaal opbreken in kleine groepjes. En dan kan je maximaal met 15 mensen op een middag, kan je vier, vijf huizen toeren. Maar dat is het maximum wat we kunnen bereiken. En inmiddels is dit ook wel, denk een derde van deze club, is een soort familie van elkaar geworden. Want die mensen die die huizen runnen, die hebben geen eigen, ja, collega's zijn er vaak niet zoveel in de buurt. En je eigen kennissen en buren wonen in gewone huizen. Dus mensen zijn altijd enorm opgelucht en blij als ze elkaar ontmoeten. Omdat ze dan eindelijk hun problemen met elkaar kunnen bespreken. We hebben in de loop van de jaren met zowel de Rijksdienst Cultureel Erfgoed als het Getty Conservation Institute 2 toolkits ontwikkeld voor eigenaren van moderne huizen. Dus dat zijn dus geen musea, maar gewoon mensen die wonen in een huis van Rietveld. Die kunnen hier kijken in die online toolkit welke gratis online informatie er allemaal te vinden is over hoe bepaal ik wat de architectonische waarde van mijn woning is. Hoe onderhoud ik het? Hoe restaureer ik het? De do's en don'ts daarvan. Wet en regelgeving, financiering. En dat hebben we dus zowel in het Nederlands als in het Engels. Maar die Engelse versie, als het gaat over materiaalgebruik, dan zijn natuurlijk de tips die je in het Engels vindt over beton, hoe je omgaat met roofkledding. Dat kan je natuurlijk ook toepassen op gebouwen in de rest van de wereld. Daarnaast hebben we ook heel veel, tijdens corona zijn we begonnen om virtueel met elkaar de huizen te gaan toeren. En die hebben we allemaal opgenomen en die kunnen nu gestreamd worden via de webshop. Maar mensen kunnen ook vriend van Iconic Houses worden of donateur. En als ze ons steunen met €150 per jaar, dan krijgen ze de inloggegevens. En dan kunnen ze deze inmiddels 25 house tours allemaal gratis streamen. Voor de members, dus de museum, de professionals, hebben we een members area. En daarin kunnen ze alle expert meetings van onze congressen terugkijken en allerlei tips krijgen over fundraising, over marketing, over programmering. En ze kunnen elkaar daar vinden in een adreslijst, zodat je gewoon even het mobiele nummer van een directeur en een persoonlijk e-mailadres hebt en even een vraag kan stellen. Het grote voordeel hiervan is dat natuurlijk die museumwoningen vaak weinig budget hebben en sowieso ook weinig personeel hebben, maar ook geen budget om experts in te huren voor van alles en nog wat. En nu kan je dus gewoon aan een van je leden vragen van, goh, vertel eens, hoe heb jij dat opgelost? En ja, dat scheelt je dus enorm veel geld. Dan hebben we ook een rubriek ontwikkeld, Icons for Sale, omdat het heel belangrijk is dat huizen van dit kaliber, particuliere woonhuizen die ontworpen zijn door architecten die in dezelfde die van dezelfde kwaliteit zijn als de architecten van de museumwoningen. Die huizen moeten niet al te lang leeg staan, want als een le huis leeg staat, gaat het heel snel achteruit. Dus mensen kunnen ook hun huis bij ons te koop zetten en dan hopen we dat ze daar snel een koper voor vinden. En we hebben samen met Getty Conservation Institute en Kingston University in Engeland, in Londen, hebben ook onderzoek gedaan naar huizen die het gevaar lopen gesloopt te worden. En daarvan hebben we er nou meer dan 50 op de website. En dit wordt ook vaak door journalisten geraadpleegd om artikelen over te schrijven. Dus we helpen daar ook bekendheid aan te geven op die manier.
En alle huizen die een rode streep onder hun foto hebben, die zijn inmiddels gesloopt. Alle huizen met een oranje streep eronder, die zijn nog in gevaar. En alle huizen met een groene streep, die zijn gered. Want we willen ook laten zien en mensen inspireren hoe je, als je de juiste mensen bij elkaar brengt, of organisaties en partijen, hoe je zo'n huis ook kunt redden. En sommige voorbeelden daarvan, zoals Villa Cavrois van Rob Malestevant, dat was echt gekraakt met opzet door de projectontwikkelaars. Hebben ze dat leeg laten staan, toen is het gekraakt en gevandaliseerd. Uiteindelijk heeft Centre Monuments Nationaux dat laten restaureren en hadden ze 100.000 bezoekers per jaar. Dus dat soort voorbeelden laten we hier ook zien. Ja, wat wij doen is natuurlijk veel publiciteit genereren voor die museumwoningen, voor onze leden. Omdat we de algemene publieke opinie willen beïnvloeden en laten zien dat het jonge erfgoed, vooral de tweede helft van de 20e eeuw, dat dat heel belangrijk is om te beschermen. Want de eerste helft van de 20e eeuw heeft al wel vaak monumentale designation. Maar die tweede helft, ja, daar gaan nou de oorspronkelijke opdrachtgevers van dood. Of ze gaan verhuizen naar een kleinere woning. En dan komen die huizen op de markt. En dan knipper je met je ogen. En als ze geen bescherming hebben, kunnen ze zomaar ineens weg zijn. Wat hebben we nou bereikt in 10 jaar? Nou, voor die professionals, voor de musea, veel meer bezoekers naar hun website. Want onze website is eigenlijk alleen maar een doorgeefluik. Mensen komen binnen, vinden wat ze zoeken en gaan meteen door dan naar die website van dat huis wat ze gevonden hebben. Tenzij ze nog wat verder bij ons willen rondsnuffelen. Maar in ieder geval kunnen we zien dat al die museumwoningen natuurlijk via ons bezoekers op de website krijgen. Daarna gaan die mensen natuurlijk ook, niet allemaal, maar uiteindelijk gaan ze die ook die museumwoningen bezoeken. Dus ze krijgen daardoor ook meer inkomsten. Ze krijgen meer publiciteit. Journalisten gebruiken onze website als inspiratiebron. En ze zijn gaan samenwerken. Er zijn tentoonstellingen gemaakt die via die museumwoningen rondreizen. En dan kan je natuurlijk ook mooi, dan kan je wat goedkoper toch je programmering rondkrijgen als je de kosten met elkaar kunt delen. Sommigen bieden combi-tickets aan. Dat hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld met Rietveld Schreuderhuis en Van Ravensteinhuis in Utrecht gedaan. Mochten mensen voor €5 bij alle drie de huizen even een sneak peek, even een flitsbezoekje brengen. En dat was hartstikke leuk en populair. Cross-promotion. Veel museumwoningen verwijzen nu naar elkaar. Terwijl het vroeger toch een beetje was van, nou, ik ben een beetje bang voor concurrentie. Begrijpen ze nu dat het toch belangrijk is om samen te werken. Dus we hebben foldertjes gemaakt per land, ook door corona. Om mensen te stimuleren om eerst eens in hun eigen omgeving wat rond te gaan kijken. In plaats van meteen het vliegtuig te nemen en de hele wereld af te vliegen. Dus we hebben nu per land hebben we flyers, zodat ze kunnen zien wat ze wat dichter bij huis allemaal kunnen bekijken. Dan hebben sommige huizen financieel voordeel ervan. We hebben gehoord van het Oscar Hanse huis in Polen. Die kregen een subsidie. En ze wisten speciaal ook dat ze dat geld hadden gekregen, omdat ze lid waren van Iconic Houses. Dus dat kan in je voordeel werken als museum zijnde. En die professionals die hebben zich natuurlijk kunnen professionaliseren zonder dure experts in te hoeven huren. Voor het algemene publiek is het lekker handig dat als je van reizen en van cultuur houdt, dat je altijd even kunt kijken wat er te vinden is in de buurt van waar je naartoe gaat. Ja, er is veel meer bekendheid over het fenomeen museumwoningen. Toen ik 10 jaar geleden begon en ik het woord museumwoning uitsprak, keken mensen me altijd glazig aan. Dan moest ik uitleggen wat een museumwoning was. En ik heb het gevoel dat nu na 10 jaar dat mensen daar wel een beeld bij hebben. En voor het algemene publiek het bewustzijn vergroten, wat ik net al zei, ten aanzien van het jonge erfgoed van de 20e eeuw. De organisatie is dus een stichting. Ik heb een foundation board die ik u heb laten zien. We hebben een international advisory board, waar dan directeur van Villa Tugendhat in zit en Falling Water. En we hebben een. Verder even kijken. Ik heb het initiatief genomen. Ik ben helemaal links. Ik ben de hele rode balk, geloof ik. De foundation, de organisatie, administratie, communicatie, fundraising. Maar vooral de content. Ja, het gaat mij om de content natuurlijk. Maar zonder al die andere dingen bestaat het niet. Onze activiteiten. Nou, de members betalen het. We hebben geen structurele financiering. Dus de museumwoningen betalen een jaarlijks fee. En verder moet ik voor elk congres of alles wat we daarbuiten organiseren, extern subsidie aanvragen of
donateurs vinden. Dan hebben we natuurlijk een heleboel partners in wat we doen. En onze activiteiten is de website onderhouden, nieuwsbrieven, congressen organiseren, social media bijhouden, promoten, publicaties maken, artikelen. Nu dit jaar, vorige jaren had ik in Herenhuis elke 2 maanden een artikel. Nu is dat in het tijdschrift Monumentaal. En er moet ook nog een keer een boek komen. Maar ja, zie daar maar eens tijd voor te maken als je zoveel te doen hebt. Nou, dan ga ik u nu even laten zien de dingen waar we voor 2025 aan het voorbereiden zijn. Het congres in Chicago. Ik moet even naar de tijd kijken. Ik moet hier vrij snel doorheen, want we gaan zo het filmpje ook nog bekijken. Ik ben in oktober naar Chicago gegaan en heb daar zoveel mogelijk huizen bekeken. Dit is een heel bescheiden huisje van Frank Lloyd Wright, maar het is wel opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst, omdat het een van zijn eerste prairiehuizen was. En de eigenaar die staat hier te grappen, want die heeft allemaal studenten had hij gehad om hem te helpen met de restauratie. En dit waren, geloof ik, de reçus van de checks die hij had uitgeschreven naar die studenten. Dus ja, er gaat heel veel geld toch, ondanks dat het studenten zijn, gaat er veel geld zitten in die restauraties. Dit is onderdeel, deze huizen zitten in de pre-conference tour. Dus we gaan in Chicago, gaan we eerst een dag op weg naar Taliesin. Dat is noord van Chicago. En op weg naar Taliesin kom je langs Wingspread. Dat is het huis voor de directeur van Johnson Wax. En omdat Johnson Wax is geen huis, maar het is zo'n beroemd gebouw van Frank Lloyd Wright, dat gaan we toch bekijken. Ik ben anders altijd heel streng, maar ik heb hier wel een uitzondering voor gemaakt. We mochten geen foto's binnenmaken, dus dit zijn foto's van vroeger. Het ziet er nog net zo uit, behalve dan die mensen en die papieren. Paperassen liggen er niet meer, maar al die bureautjes die staan er allemaal nog. En het is een waanzinnig mooi gebouw. Vooral ook deze toren, dat was het lab waar al die producten zoals Pledge, al die schoonmaakmiddelen uitgedokterd werden. En linkerfoto ziet u dat gebouw, dat laboratoriumtoren, maar dan gezien vanuit een nieuw gebouw van Norman Foster. Norman Foster heeft daar een mooi museum gemaakt voor ze. Ja, ook prachtig. Maar ik vond het in dat laboratorium wel grappig. Ze hadden foto's daar aan de muur waar je zag hoe die laboranten aan het werk waren. Of die scheikundigen. En die zaten daar dus, terwijl er allemaal douches. U ziet daar misschien op die zwart-wit foto onderin. Is er een douche. En die is daar aan, omdat als mensen iets in hun ogen kregen, moesten ze dat heel snel uit konden spoelen. Maar ze zaten daar gewoon met al die giftige toestanden, met sigaretten rokend, waren ze daar aan het werk. Hier zie je, oh ja, dit zijn dan die producten die we allemaal wel kennen natuurlijk. En bovenin is nog die Golden, dat was een gebouw wat voor de wereldtentoonstelling door Frank Lloyd Wright ontworpen was. En dat hebben ze verplaatst. En dat staat dus nu bij Johnson Wax. En dat is een theater waar films vertoond worden. Dus daar gaan we ook naar binnen en daar gaan we ook een film zien over de geschiedenis van het hele project. Maar dit is waarom we de pre-conference tour überhaupt doen. De kweesten leidt naar Taliesin, waar Frank Lloyd Wright zijn eigen huis en studio ontworpen heeft. En dit is echt fascinerend. Er zijn heel veel boeken ook over het leven van Frank Lloyd Wright geschreven en over zijn relaties. In Chicago woonde hij in een eigen ontworpen huis en een vrouw met 6 kinderen. Maar toen ging hij met de vrouw van een opdrachtgever er vandoor. En toen wilde niemand hem meer opdrachten geven. Toen is hij naar Europa gevlucht. Daar heeft hij toen, zonder opdrachten, heeft hij dus al die boeken bij Wasmoed in Berlijn gemaakt, waardoor alle Europese architecten zijn werk kennen. Maar toen hij terugging naar Amerika, kon hij op een stuk grond van zijn moeder dit huis bouwen. Maar goed, dat was dus de pre-conference tour. Dan gaan we in Chicago gaan we particuliere huizen ook bekijken van Frank Lloyd Wright, zoals dit huis. Daar gaan we leuk lunchen. Met mooi weer in mei kunnen we dat in de tuin doen. We gaan natuurlijk het Robie-huis bekijken, wat ook UNESCO Werelderfgoed is. Dit is Frank Lloyd Wright zijn eigen huis, waar ik het al over had, en zijn studio. We gaan het Farnsworth-huis bekijken. Dat heet tegenwoordig het Edith Farnsworth-huis. Om natuurlijk de opdrachtgeefster ook wat meer zichtbaarheid te geven. De vrouwen, hè? We moeten natuurlijk toch ons best doen om te laten zien wat de rol van vrouwen is geweest in de geschiedenis ook. Dit is ook een van mijn favorieten. En dit is dan zo'n hidden gem, Paul Schweiker.
Die heeft buiten Chicago in Schaumburg zijn eigen huis en studio ook ontworpen. En dit is ook pas sinds 2 jaar ongeveer open voor het publiek. In Chicago zelf is het Charlie Persky House van Louis Sullivan, geen 20e eeuw, maar hier is de Society of Architectural Historians gevestigd, waar je rechts de directeur van ziet. Zij worden een partner van ons om de vrijwilligers te recruteren en om een local organizer te vinden. Dus dit is voor ons een hele belangrijke partner om het daar allemaal van de grond te kunnen krijgen. Dit is ook geen 20e eeuw, maar dit huis is heel belangrijk geweest omdat het op de nominatie stond gesloopt te worden in de jaren 70 of 80, geloof ik. En toen waren er 3 jonge mannen en die hebben het aangeschaft voor weinig geld. Maar vervolgens moest het wel gerestaureerd worden. En eigenlijk is vanuit die actie de Chicago Architecture Foundation ontstaan. En die Chicago Architecture Foundation is uiteindelijk tegenwoordig het Chicago Architecture Center. En dat is wel een heel belangrijke organisatie in Chicago. En in het centrum van de stad, mooi nieuw gebouw en allemaal waanzinnig interessante tentoonstellingen. En daar gaan wij dan het congres ook in hun lecture hall gaan we ons congres houden. En hier ziet u Crown Hall. Super belangrijke architectuuropleiding. Mies van der Rohe heeft het ontworpen. En Michelangelo Sabatino in het midden op de foto is daar de directeur van het PhD-programma. En die heeft mij nu al heel erg geholpen met het in contact brengen van de juiste mensen en de juiste locaties vinden. Dus dat is ook een hele goede academic partner. Dan gaan we een post-conference tour vanuit Chicago. Gaan we onze kweesten naar. Ja, we hebben Frank Lloyd Wright zijn huis in Spring Green. Maar we eindigen in het huis van Falling Water. Wat dus het icoon is van de Noord-Amerikaanse moderne architectuur. Maar dus we vliegen van Chicago naar Pittsburgh. En daar gaan we dit huis bezoeken, het Ellen I.W. Frank House. En dat is ontworpen door Walter Gropius en Marcel Breuer. Particulier huis. En dat is ook pas sinds, nou zeg, 7 jaar of zo, dat dat mogelijk is om dat te bezoeken. Rechtsonder ziet u nog een foto van Ezra Stoller, een historische foto. En de eigenaar die is recentelijk overleden. Hij was de zoon van de oorspronkelijke opdrachtgevers. En ik moet nou contact gaan zoeken met zijn kinderen. Want ik weet niet wat de toekomst nu voor dit huis gaat brengen. Maar we gaan het in ieder geval wel bekijken. Net zoals Kentuck Knob, ook van Frank Lloyd Wright. En dat is op 15 minuten van Falling Water. Maar het leukste, we save the best for last natuurlijk. En we eindigen dan in Falling Water. En de directeur heeft mij nu al laten weten dat hij de laatste rondleidingen. Dit huis is zo populair. Elke 7 minuten gaat er een nieuwe groep van 13 personen naar binnen. Maar als wij komen, dan gaan ze de laatste rondleidingen van die dag niet doen. En dan hebben wij het huis met onze groep helemaal voor onszelf voor een afscheidscocktail. Nou, dan moet ik ook nog. In mei hebben we de City Icons. En dan gaan we dus in Amsterdam de woningbouw bekijken. We beginnen met een receptie in het Grachtenmuseum. Echt een ontzettend mooie tentoonstelling is daar over het ontstaan van de grachtenhuizen. Dan doen we eerst nog een boottocht over die grachten, wat natuurlijk ook UNESCO Werelderfgoed is. En ik dacht, ja, we moeten die buitenlanders, er komen veel Amerikanen die zich al aangemeld hebben, die moeten we natuurlijk de grachten laten zien. Want wat we verder laten zien is eigenlijk altijd allemaal buiten de ring. Zoals het schip. Het gaat allemaal over sociale woningbouw eigenlijk in Amsterdam. Waar we heel erg sterk in waren in het begin van de 20e eeuw. In de Dageraad is het bezoekerscentrum van het schip ook, van de Dageraad. En daar kan je, als je een trappetje opgaat, de woning kijken van vroeger was dat een winkel. En daar woonde dan het gezin. We hebben de Van Eesteren Museumwoningen in Amsterdam-West in het programma. Naoorlogse uitbreidingswijken. En dan dat waren de musea. En dit zijn dan allemaal huizen die particulier zijn. En in de Zomerdijkstraat, waar ook van Jan Wolkers vroeger was. En je ziet rechtsonder een beeldhouwersatelier. Die zijn op de begane grond. En de schildersateliers op de verdieping. We gaan de Wolkenkrabber bezoeken. Eerst de 12-verdiepingen-huis heette het oorspronkelijk. Er zijn twee architecten die er wonen. Uri Gilad van Binhof Architecten. Wij mogen zijn appartement bezoeken. En Femke Popnigaan, interieurarchitecte. Die heeft een gespiegelde appartement aan de andere kant. Dus die gaan we bezoeken. En dit vind ik zelf wel interessant. Want de geschiedenis van het wonen in de 20e eeuw
heeft natuurlijk ook met de krakersbeweging, dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. En dit is een gebouw wat gekraakt is in de jaren 80 en waar inmiddels 150 kunstenaars hun woon- en werkstudio's hebben gemaakt. En het gebouw van Merkelbach, Karsten en Elling heeft ook een heel mooi bovenop, net zoals Metz, zo'n koepeltje. En we eindigen op zondag dan met de hedendaagse wooniconen. En dat zijn de Pontsteiger in de voormalige houthavens, het Sluishuis op Eiburg. Dit is echt fantastisch. Daar kan je ook het dak op. Kijk die enorme trappen en een waanzinnig uitzicht. En de Valley van NVRDV. Dus dat is allemaal waar u allemaal nog aan mee kunt doen eind mei. En ik moet nu dan het laatste wat ik laat zien is een van de thema's van de film Pioneers of the Dutch Modern House. De film heeft vier thema's, maar ik laat de laatste zien. Er ging er eentje over hygiëne in het moderne huis. Het ging over woningbouw, de rol van vrouwen en experimenten in ruimtelijkheid. En het laatste deel gaat over de huizen als zelfportretten en architectenhuizen. Dus die wil ik nu starten. En als u de hele film een keer wil zien, en als u ook nog eens een keer toch naar Krefeld wil gaan, dan kunt u die hele film zien in House Lange. In Krefeld heb je Mies van der Rohe, House Lange en House Esters. En op zondag 24 maart wordt daar de hele film vertoond. En dan gaan we nu thema 5 daarvan bekijken. Welkom bij deze vijfdelige serie Pioneers of the Dutch Modern House. Iconic Houses neemt je mee op een tour langs 20 toonaangevende huizen. Stuk voor stuk architectonische meesterwerken die een bijzondere plek innemen in de Nederlandse architectuurgeschiedenis van de 20e eeuw. In iedere aflevering staat één thema centraal die belicht wordt door een expert aan de hand van enkele van deze iconische huizen. Deze aflevering gaat over het huis als zelfportret. We gaan het vandaag hebben over de huizen die architecten voor zichzelf ontworpen hebben. En dat waren meestal de laboratoria waarin ze konden testen wat ze later in andere projecten gingen toepassen. We zijn nu in het Van Schijndelhuis en we gaan ook nog drie andere huizen van architecten en een kunstenaarsduo bekijken. En je ziet dat ze daarin hun theorieën over het bouwen of over hun kunst in praktijk hebben gebracht. Het zijn eigenlijk gebouwde manifesten. En dat is dan tot alle details is dat doorgevoerd. In 1992 heeft Mart van Schijndel zijn huis hier gebouwd in het historische centrum van de binnenstad van Utrecht. En het is op een totaal omsloten plek, op een binnenterrein, wat het heel erg moeilijk maakt, of een uitdaging, om toch een huis te bedenken wat voldoende licht en privacy zou bieden. Het huis is relatief jong en heeft toch al heel snel nadat het gebouwd was erkenning gekregen in de vorm van de Rietveldprijs. En het is ook al het jongste gemeentelijk monument in Nederland. Helaas heeft Mart zelf maar kort van het huis kunnen genieten. Hij is 7 jaar nadat hij erin getrokken is helaas overleden. En ik was zijn vrouw en ik ben architectuurhistoricus. En na zijn dood heb ik gemeend om zijn ideeën levend te houden door zo nu en dan in architectuur geïnteresseerden in het huis te laten kijken. En het huis heeft mij dus ook geïnspireerd om het Iconic Houses netwerk op te richten. Daarom vind ik het extra bijzonder om nu te kunnen vertellen over het ik-perspectief van waaruit sommige architecten hun eigen huis gebouwd hebben. In het huis kan je ook terugvinden waar Mart van Schijndel het vaak over had, over de twee verschillende soorten van ruimtebeleving. In de Nederlandse taal heb je alleen maar het begrip ruimte, maar in het Engels heb je ook room en space. En dat gaat dan over de omsloten ruimte. En dat is dan room. En space is de open en meer fluïde, flexibele ruimte. En die beide vormen van ruimte vind je terug in dit huis. Tussen 1956 en 1983 heeft Jan de Jong in verschillende fases aan zijn eigen woonhuis in Schaik gebouwd. Hij heeft dat gedaan volgens de principes van het plastische getal. En dat was een theorie die door de Benedictijner monnikdom van der Laan was ontwikkeld. En volgens die theorie moesten alle ruimtes in bepaalde verhoudingen tot elkaar staan.
Ja, van Ravenstein was eigenlijk in zijn tijd een beetje een geval apart. Want terwijl de meeste architecten bezig waren met het modernisme, ging hij helemaal zijn eigen pad volgen. En dat was dat van de neobarok. Zijn belangrijkste werk was een theater in Dordrecht, de Kunstmin. En dat zat vol met krullen. En ze zetten hem ook wel eens weg als de architect van de krullaria. Heel typerend voor het werk van Mart is dat bij de entree hij altijd zorgt dat je overdekt bij de bel staat. En dat doet hij niet door een luifel tegen de gevel aan te schroeven. Dat zie je vaak, dan zijn ze dat eigenlijk vergeten en dan komt er nog even uit de catalogus een lullige luifel tegenaan. Maar hij doet dat heel chic. Hij snijdt eigenlijk een taartpuntje uit het bouwvolume. Dus je ziet niks ervan, maar je staat wel net even dus onder een afdakje. Dit huis heeft eigenlijk twee entrees. Eentje aan het plein om op het binnenterrein te komen. En vervolgens, als je op het binnenterrein bent, is er dan de echte voordeur die toegang geeft tot het huis. Bij de voordeur heeft Mart een grapje uitgehaald. Hij heeft niet één spionnetje erin gemaakt om te kijken wie die binnenlaat. Maar hij heeft er wel negen in geplaatst. Het lijkt bijna of de deur gecapitoneerd is door spionnetjes. Aan de ene kant was hij heel gastvrij om de mensen droog bij de deur te ontvangen. Maar hij wilde wel heel goed weten wie die binnenliet. Als je de entree van het Van Schijndelhuis vergelijkt met bijvoorbeeld de entree van het Jan de Jonghuis, dan zie je dat Jan de Jong ook daar al meteen bij de entree zijn stempel erop drukte. Hij heeft namelijk zijn levensmotto in het Latijn boven de toegangsdeur van zijn huis gebeiteld. Jan de Jong vond namelijk dat een gebouw niet alleen in praktische zin het lichaam bescherming moest bieden, maar dat het ook heilzaam moest zijn voor de menselijke geest. Alles in het Van Schijndelhuis draait eigenlijk om deze centrale driehoekige ruimte. Het is een enorm wauw-effect als je binnenkomt. En dat komt door drie dingen, denk ik. Ten eerste heb je de dubbele hoogte. Dat geeft natuurlijk al veel ruimte. Daarnaast lijkt het visueel alsof deze ruimte pas eindigt bij de witte muren die de patio's beëindigen. Maar natuurlijk eindigt het al bij de glasgevels. Je echte ruimte die je fysiek kunt gebruiken. Maar visueel trek je die twee patio-tuintjes erbij in je beleving. En dan is er ook nog het kleurgebruik. Alle muren hebben hele lichte, tere pasteltinten. Lavendel of roze of zacht geel of zacht grijs. En die geven ook nog weer eens een keer ruimte. De centrale ruimte heeft eigenlijk geen functie. Hij wordt gebruikt om erheen te lopen naar de andere ruimtes die wel een functie hebben. Dus het is een soort flexibele ruimte die ook daardoor juist voor allerlei andere dingen kan worden ingezet. Wat verder opvalt hier is het enorme licht en dat je niet merkt dat je zo dicht op die buren zit. Hij heeft een dubbele hoogte van deze glasgevels aan de patio's gemaakt en het bovenste deel van het glas gematteerd. Daardoor heb je dus die optimale privacy en al dat licht wordt zo naar binnen getrokken. Daar waar Jan de Jong de buitenwereld echt buitensluit, zodra je daar door de voordeur bent, betreed je echt een innerlijke wereld. Bijna een soort van, krijg je bijna religieuze ideeën. Zover ben je afgesloten van de wereld daarbuiten. En als je in dit huis door de voordeur binnenkomt, is er direct weer de relatie met buiten door de patio-tuintjes. En dat wordt nog eens een keer versterkt als die in de zomer die drie hoeken, die glazen deuren allemaal open kunnen staan. Dan is binnen en buiten echt één geheel. Zoals je in dit huis die centrale hal hebt, zo heeft een andere architect in Utrecht, Siebold van Ravenstein, in 1933 in zijn eigen huis ook een grote centrale ruimte gemaakt waarin wonen, werken, eten allemaal bij elkaar op één plek kwamen. Van Ravenstein kon de keuken nog niet openmaken, want dat was vanwege de woningwet toen nog verboden. Het lijkt misschien flexibel, maar dat was het helemaal niet, want hij had die verschillende functies had hij zo vastgemaakt in die centrale ruimte. Bijvoorbeeld door de eettafel aan de muur vast te schroeven en zijn werkplek heel duidelijk aan te geven met een verlaagd plafond en met een omlijning in de vloer. Dat die functies eigenlijk gewoon hartstikke vastgenageld zaten en helemaal niet flexibel waren.
In 1981 had Marten een vaas ontworpen van vlak glas en die had hij ook met siliconenkit gelijmd. En in dit huis heeft hij dat experiment een stuk verder gebracht door scharnierende deuren aan een siliconenkitnaad op te hangen. En dat heeft geresulteerd in de keukenkastdeurtjes, die dus allemaal scharnieren op zijn siliconenkit, en de grote glazen deuren in de badkamers. Mart ontwikkelde altijd voor ieder project wel een meubel. Als hij iets niet naar zijn zin kant en klaar op de markt kon vinden, dan bedacht hij het zelf. En ook in zijn eigen huis ging het dus niet alleen over de architectuur, maar al die meubelen die hij in al die jaren al in opdracht van anderen had gemaakt, kon hij ook allemaal hier een plekje geven, de prototypes. En ging hij nog weer een stapje verder door ook voor dit huis de boekenplanken te maken en de bedombouw en een lichtbed onder het solarium. Dat ging tot in de kleinste details. En als hij langer geleefd had, dan denk ik dat hij zelfs zijn eigen servies en bestek en tafellinnen ook ontworpen zou hebben. Een experiment wat we in het Jan de Jonghuis zien, is dat de slaapkamers geen deuren hadden. En ja, dan heeft natuurlijk niemand privacy. Maar volgens zijn ideeën, volgens dat plastisch getal en die verhoudingenleer, vond hij dat als je een deur plaatste tussen ruimtes, dan verstoorde je eigenlijk, zoals in een muziekstuk, de compositie. Alsof je een punt zette achter een noot in een muziekstuk. Dan sluit je dus zo'n ruimte af. En hij wilde dat dat vloeibaar in elkaar over bleef gaan. De kinderen waren daar niet blij mee in hun puberteit. Dus die hebben de gordijnen uit het oude huis daarop gehangen. En daar heeft hij zich toen maar naar moeten voegen. Want anders dan zouden ze tot op heden getraumatiseerd zijn gebleven. In dit huis zie je het handschrift van Mart van Schijndel terugkomen, omdat de architectuur en het interieur en de meubelen, de losse meubelen, allemaal door hem ontworpen zijn. Het is dus één vormentaal. En zijn fascinatie met het maken van driedimensionale vormen vanuit een plat vlak. Als je dus een vlakke plaat kon aluminium knikt en buigt, dan kon je daar een driedimensionale lamp of stoel van maken. En dat zie je overal in terugkomen. Waar de vormentaal ook in ieder detail doorgevoerd is, is de buitenplaats van kunstenaarsduo Kortekaas in Winsen. Zij hebben daar tussen 1995 en 1998 hun eigen universum gecreëerd. En daarbij is het leidmotief de kiemplant. En voor hun staat de kiemplant eigenlijk voor het idee dat de mens op aarde is gekomen om als kiemplant, maar dat hij de wens heeft om tot prachtige wasdom te komen. En in de tuin zijn dus grote sculpturen in de vorm van die kiemplant te vinden. Maar in het huis zie je het ook terugkomen in de bedden, in de vloer, details in de muren tot en met de deurknoppen aan toe. Hygiëne was voor Mart heel erg belangrijk. Het begint eigenlijk al bij de garderobe. Daar had hij een fonteintje ontworpen. En dan mondt dat verder uit in een heel uitgebreide badkamer die de ruimte geeft aan een douche en een lichtbad, een sauna, een stoombad en een solarium. Heel efficiënt heeft hij dat allemaal in elkaar geboetseerd door een soort enfilade te maken van ruimtes waarbij je met één stap van de ene ruimte in de andere loopt. Maar je moet je voorstellen, dit was 1992 en in die tijd was dat best bijzonder, want ja, tegenwoordig gaan we allemaal wel eens een keer naar de sauna, maar dat was dus 30 jaar geleden helemaal niet zo gangbaar. Marty wilde de sfeer van het huis met die verschillende kleuren naadloos door laten lopen eigenlijk in de badkamer. En een manier waarop hij dat voor zich zag was door gekleurd glas aan de muren te hebben. Geen tegeltjes met voegen waardoor je meteen in een natte cel komt, maar grote vlakken die ook goed schoon te maken waren. Alleen gekleurd glas bestond er toen nog niet, 30 jaar geleden. Dus de enige manier waarop hij dit kon bereiken was door weer te experimenteren en door vlak glas aan de achterkant met een rollertje in al die verschillende kleuren te schilderen en die vervolgens tegen de muur aan te plakken. Waarbij Mart dat lichamelijk welzijn dus een grote rol speelde, zie je bij Jan de Jong dat het geestelijk welzijn. Hij heeft bij zijn huis een Maria-kapelletje ontworpen.
En die heeft hij niet alleen maar voor zichzelf en zijn familie gehouden, maar die is publiek toegankelijk vanaf de Veldweg. We hebben gezien dat architecten in hun eigen huizen lekker kunnen experimenteren. En als het goed uitpakt, kunnen ze de uitslag daarvan ook in andere gebouwen later toepassen. Het omgekeerde geldt echter ook. Ze hebben natuurlijk ook opdrachten waarbij ze allerlei dingen nodig hebben, waarvan ze dan later kunnen denken, hé, dat is ook in mijn eigen huis wel handig. Het voorbeeld in dit huis is dat Mart die had een laboratorium ontworpen. En de kranen in dat laboratorium, dat waren ronde schijfvormige draaikranen. Nou, het gevolg is dat dit hele huis vol zit met die kranen. En als ik bezoek heb, dan staan ze altijd vertwijfeld ernaar te kijken. Ze weten niet hoe ze die kranen open kunnen krijgen. Dit geldt ook voor architect Van Ravenstein. Hij ontwierp voor de spoorwegen en in de treinstellen van de Nederlandse spoorwegen had je bij de toiletten deuren die naar binnen toe draaiden. En het grappige is dus dat het eigen toilet in zijn woonhuis ook zo'n deur heeft die naar binnen draait. En de treinstellen hadden aluminium plinten en normaal zijn die van hout, maar hij had in zijn huis dus ook aluminium plinten. En voor Jan de Jong, een architect die voornamelijk heel veel kerken heeft ontworpen, zie je bij zijn eigen huis dat hij een klokkentoren heeft. En die klokkentoren die werd gebruikt om bijvoorbeeld voor lunch of diner het gezin bij elkaar te roepen. We hebben gezien dat de theorieën en ideeën die de architecten en kunstenaars in hun werk hebben, dat die in hun eigen privéomgeving, in hun woonhuis, manifest gemaakt zijn. Voor Mart van Schijndel betekent dat dat verschil tussen room en space. Voor Van Ravenstein was dat heel duidelijk zijn eigen weggaan, zich afzetten tegen het modernisme en gewoon krullen, sierlijke lijnen toelaten in zijn werk. Voor Jan de Jong was dat het doorvoeren in alle details, de maatvoering, de verhoudingen van het plastische getal. En voor het kunstenaarsduo Kortekaas was dat het belang van de vorm van de kiemplant. Die huizen die de architecten voor zichzelf en hun familie ontworpen hebben, die passen hun dus als een jas. Ze zijn heel hyperindividueel en particulier in opzet. En daar heeft dan ook vaak de familie zich maar naar te voegen. De architecten die gingen hun ideeën soms obsessief doorexerceren. Maar het heeft ook geleid tot soms excentrieke, maar heel unieke huizen die tot op de dag van vandaag blijven inspireren. Zo, even kijken. Heb ik weer contact? Horen jullie mij? Ja, we horen je. Oké. Nou ja, het is al 1 uur geweest, maar als mensen nog vragen hebben, dan heel graag, ik ben ervoor. Ik hoor Karel niet. Ja, dankjewel hoi. Natasja. En een uitgebreid verhaal en heel leuk wat jij allemaal doet en wat jullie ook gaan doen. Dat maakt ons helemaal lekker als het gaat over de excursies die je organiseert vanuit jouw organisatie. Maar misschien zijn er een paar vragen nog van mensen die aan de hand hiervan nog wat extra willen weten. Ja, dankjewel voor je prestatie. Ik ben bestuurder geweest in verschillende delen in Nederland. Je hebt het heel mooi gebracht, alsof het ook soepel gaat. Maar ik wil eens vragen, de rol van de overheid voor vergunningen. Heb je daar nog een speciale rol voor moeten bedenken? Hoe bedoel je? Welke bouwvergunningen krijgen, is dat veel moeilijker dan normale huizen? Als je een dergelijk huis, als je iets wil veranderen eraan, bedoel nou, je? Nou, bouwen ook, realiseren ook. Ja, daar kan je geen uitspraak over doen. Dat is natuurlijk per geval verschillend. Als je een huis ontwerpt, kan je wel of niet een vergunning krijgen. Er is wel een commissie, hoe heet het, ruimtelijke kwaliteit tegenwoordig, die daar naar kijkt. En daar kan je natuurlijk geen uitspraak over doen of iets wel of min. Nee. Misschien wel leuk. In Almere heb je echt een wijk waar mensen vanzelf een huis kunnen ontwerpen. En daar wordt op dit moment een heel mooi ronddraaiend huis ontworpen door een kunstenaar. En daar is eigenlijk een soort welstandsvrij regime. Dus daar is dat op die manier geregeld. Maar ja, je moet natuurlijk altijd voldoen aan de bouwvoorschriften die er zijn qua hoogtes en brandveiligheid en dat soort dingen. Dus dat zal gecheckt worden.
Dat is wel leuk, ja, dat je dat zegt. Want als je al die huizen van vroeger dus langs die meetlat zou leggen van de huidige bouwvoorschriften, dan zouden ze allemaal niet gebouwd hebben kunnen worden. Dus dat is wel een dingetje. Ja, het wordt, die duimschroeven worden zo aangedraaid dat je. Dat is ook wel grappig, want als ik dus een huis van Le Corbusier bekijk, mijn partner, nou, Mart was architect, mijn volgende partner was ook architect, is ook architect. Die heeft dan altijd zo'n meetlatje bij zich. En zegt, zie je wel, Le Corbusier had ook deuropeningen van maar 80 centimeter. En weet je wel, architecten willen natuurlijk mooi spelen daarmee. Maar dat kan niet meer. En ik denk ook wel dat, ik heb ook wel gehoord, bijvoorbeeld Nanne de Ru, de voorzitter van onze stichting. Die zei ook dat hij het idee had dat in de 21ste eeuw minder interessante huizen gebouwd zouden gaan worden als in de 20ste eeuw. Omdat architecten in de 21ste eeuw, als ze heel succesvol, heel goed en succesvol zijn, dan hebben ze vaak hele grote bureaus. En een particulier woonhuis kost net zoveel tijd om dat allemaal te begeleiden en te ontwikkelen als een heel groot kantoorgebouw. En daar verdienen ze veel meer mee. Dus hij dacht dat dit soort experiment veel minder veelvuldig voor zou komen als in de 20ste eeuw. En ik denk dat hij daar ook wel een punt heeft. Kijk, ze maken dan wel woningen, maar dan doen ze dat voor puissant rijke opdrachtgevers waar het geld niet op kan. En dan is het, dat is niet zo interessant. Het is meestal veel interessanter als ze kleine budgetten hebben en creatief moeten worden om met een klein budget toch nog iets bijzonders neer te zetten. Dus ja, die wet en regelgeving is eigenlijk. Het is maar goed dat er nu en dan een wijkje is, zoals je het noemt, Karel, waar het vrijgelaten wordt. Want. Het is behoorlijk beperkend. Dank. Andere vragen of opmerkingen? Nee, dat is een heel mooi, duidelijk verhaal. Ik zag al dat een van jullie zich voor de nieuwsbrief had aangemeld tijdens de. Kijk, heel goed. Dus. Ja. Dat één keer in de maand hebben wij een nieuwsbrief en er komt bijna elke maand wel een nieuwe museumwoning bij. Maar als je op de hoogte gehouden wil worden, laat even op de homepage. Kan je dat, als je hem opent, dan krijg je zo'n pop-up venster. En doe even, ja, laat even weten. En dan nemen we jullie op in de mailinglijst. Nou, volgens mij, Natasja, heb je een heel duidelijk overzicht gegeven van alle activiteiten die je hebt ondernomen sinds je erachter kwam dat er eigenlijk helemaal niets bestond om mensen die dit soort woningen bewonen ook met elkaar te verbinden. En ook om extra belangstelling te creëren voor nou, de toen nog onbekende museumwoningen. We zien inmiddels ook wat Hendrik de Keizer doet, dat het bezoeken van museumwoningen echt ja, een soort hobby begint te worden van veel mensen. En daar zijn we heel erg blij om. We hebben zelf overigens als Heemschut ook een woning geërfd. Dat is niet een iconic house, maar in die zin wel een heel leuk kenmerkend huis. En daar gaan we ook één keer in de maand een openstelling realiseren samen met het Huis en Museum. Maar dat is dan heel erg de sfeer van de jaren 70. Dat is weer een heel ander gevoel. Maar ik meld het hier toch maar even om ook een klein beetje een soort reclame te maken voor wat wij nog in petto hebben vanuit Heemschut. Ik wil jou heel erg bedanken, Natasja, voor deze inleiding. Ik sta